Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianand Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 21 alweer hier in Montreal. Canada staat op het programma. Helaas dit seizoen nog geen punten weten te pakken. Carlos Sainz is uiterst dominant bezig. Alle races tot nu toe heeft hij gewonnen en gaat opnieuw voor de winst strijden hier in Montreal. Dat kunnen wij helaas niet. Wel zitten er heel veel updates aan te komen en hebben wij wat geld om wat aan de faciliteiten te kunnen doen. Dus dat is heel voordelig, ja, dat we dat hebben. Ik verwacht er zelf niet zoveel van, namelijk een moeizame kwalificatie, ook een moeizame race. Alles is nu level 1 van de faciliteiten en ja, elk team heeft wat updates meegenomen, wij dus ook. De auto is wat beter geworden, maar hebben nog volop achterstand van de concurrentie. En ja, Sainz is gewoon uiterst dominant bezig. Niet normaal wat hij heeft gedaan dit seizoen. En ja, wij moeten gewoon het hoofd koel zien te houden. Maar ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel door gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker met de abonnees. We gaan lekker met de views. We gaan lekker met ja, de likes. Dus dankjewel daarvoor. Maar nog een herhaling wat ik wou zeggen. Nog niet geabonneerd? Gewoon even doen. Druk ook gelijk op het belletje. Zodat je geen enkele race van mij mist. We gaan wekelijks gewoon verder uploaden. 2 video's op in het weekend. Op zaterdag en zondag om 1 uur. En hopelijk ook door de week op dinsdag en donderdag een F1 2010 Career Mode video. Allemaal om 1 uur. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Ja. En gaan we toch voor high cost. Waarom? We hebben heel veel geld op de bank. Dus dat is goed om te zien. Red Bull heeft een power unit upgrade binnengehaald. Dus de motor zou wat harder moeten gaan lopen. De rev limiter is eraf. Dus we kunnen gewoon weer goed doorschakelen. We krijgen ook extra inkomen, namelijk de Pirelli Hot Lap doen wij niet. We hebben ook een aerodynamica update erbij gekregen. Dus dat is goed om te zien. En dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 21 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada. Het is mooi bewolkt, geen regen voorspeld. Schiet ik helaas daar een beetje te ver door en krijg ik daar een corner afsnijd waarschuwing. En dan gaan we kijken wat deze ronde dan gaat worden voor ons. Ben heel benieuwd. Laten we kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel hier in Canada. Tot nu toe verloopt het hartstikke goed. We zijn heel snel bezig en noteren paars in sector 1. Komen we aan bij het DRS gedeelte terwijl Charles Leclerc een 1.11.7 noteert in zijn Ferrari. En dit keer nemen wij die twee knikken wel goed. En dan komen wij tot een 1.12.5 op een P3. Jazeker, een derde tijd voorlopig. Maar het is helaas een 13e tijd geworden. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten om ervoor te zorgen dat wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Pakken al veel tijd goed bij de Delta, zie ik. Ongeveer een 10e. Dat is inmiddels uitgelopen tot 2/10. Met paars in sector 1, groen in sector 2. Weer DRS open en dan noteren wij een 5e tijd met een 1.11.8 volgens mij. Dan zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. Jazeker. Voor het eerst dit seizoen zijn we door naar Q2, als ik dat goed zeg. En dit wordt een alles of niets ronde. Staan op een P16 met geen tijd. Hebben ook van niemand last. Jazeker, want die auto achter ons houdt er rekening mee namelijk.
ongeveer nog anderhalve minuut op de klok. Daar was de laatste bocht niet zo mooi genomen en wij komen op een P15. Schuiven een plekje omhoog. Uitslag van de tweede kwalificatie door Charles Leclerc dus naar de snelste tijd. We stappen op P2, daarachter Russell. Daarachter Sainz. En wij staan op een 15e tijd. Toch nog gered van Zhou Guanyu. Dus het op naar de race voor aflevering 21. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. We'll be seeing top speeds of around 210 miles per hour here at the circuit, Gilles Villeneuve, with around two-thirds of the lap taken at full throttle. High-speed chicanes spell potential danger, especially at the infamous Wall of Champions. And watch out for overtaking into the hairpin at that final chicane. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position. And it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Russell, Max Verstappen, and Norris, Hamilton, Fernando Alonso, Albon and Mick Schumacher, Tictum, Ricciardo, Lance Stroll and Schwartzman, The Professor, Joe, Kevin Magnussen and Yuki Tsunoda, Ocon, Latifi, Gasly and Oscar Piastri. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Dan zijn we aanbeland bij de grid voor de Grote Prijs van Canada. Hopen maar het beste van zien te maken. Misschien kunnen we naar de punten rijden. Doen een eenstopper medium hard. Nemen extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Dan gaan we gewoon beginnen voor de Formation Lab hier op het circuit de Gilles Villeneuve. En als de lampen zo meteen uitgaan, dan zijn we onderweg nadat de Formation Lab is afgelopen. Alles mooi opwarmen, zegt Mark Brisley. En dan komen we aan bij de startgrid procedure. Even die banden goed opwarmen. Nou, Mark zegt dus goed gedaan, goed geparkeerd. Laten we kijken of wij het voordeel van deze goede start kunnen gaan behalen. We gaan gewoon beginnen voor aflevering nummer 21 van F1 22. Martin Cremo, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Helaas, wat momenten overstuur gepakt. En proberen daar gelijk Zhou weer terug aan te vallen, maar dat lukt helaas niet. Hij deed daar een manoeuvre naar de linkerkant, hier aan de buitenkant kijken van bocht nummer 3. Lukt dat bij de Alfa's? Jazeker, want Bottas zat te slapen. Nee, sorry, Schwartzman zat te slapen, excusee. Want Bottas is weg uit de Formule 1. Schwartzman zat te slapen en wij rijden op een P14, terwijl Schwartzman daar opnieuw probeert aan de binnenkant. Lukt dat? Dat lukt helaas net niet. En wij zitten nu in de versnelling van Daniel Ricciardo. Alhoewel, Schwartzman probeert het aan de binnenkant. Is er voorbij. Ook Guanyu Zhou probeert het aan de buitenkant. Raken elkaar daar een klein beetje. Maar dat is nog steeds een P15. Een plekje verloren, helaas. Maar dat is geen probleem.
Schwarzman maakt een hele mooie divebomb, dat wou ik eigenlijk zeggen. En Dan Ticktum is ook gezien. Dan zitten we in ronde nummer 7 als wij Ricciardo hebben verschalkt. En nu op naar Robert Schwarzman aan de buitenkant. Proberen, nee. Hier dan de binnenkant kiezen, jazeker. En dat is P12. De volgende heet dan dus Dan Ticktum. Alhoewel, wij moeten de auto recht zien te houden. En Schwarzman heeft ons alweer gepasseerd. Terugverwezen naar een P13. En nu proberen zometeen bij de hairpin aan te vallen bij de Russische coureur. Als dat lukt. Nee, lukt helaas net niet. Ricciardo zit op 17e. Wij zitten op 14e. En Schwarzman zit op Ticktum 1,3 seconden. Hebben dus ook DRS. Kunnen wij hier ook aanvallen? Nee. Net niet. Dan hier een goede exit hebben. Lukt dat? Ook niet. Ook niet. Dan hier in de eerste bocht proberen. Aan de binnenkant, het is geel. En Schwarzman blokkeert. En daar staat Lance Stroll. Komt daar terug de baan op. Ik wou zeggen, die staat daar stil, maar die rijdt al lang weer. En het is 2 vliegen in 1 klap. En het is P11. Goed gedaan. Goed gedaan dus. Dan zitten we in ronde nummer 10 van de race. Als we daar Dan Ticktum aan de binnenkant aanvallen. Jazeker. En dat is gelukt. Dat is dus P10. Een puntje. Dit zou onze allereerste puntenfinish van het seizoen gaan betekenen. En onze derde puntenfinish in My Team Career Mode. Alhoewel, Ticktum komt terug aan de binnenkant. Kan er niet langs. Wij verdedigen die positie goed. Even een leuk feitje tussendoor. Codemasters heeft de ref limiter eraf gehaald. In mijn vorige video's zag je dat de gearbox niet goed wou werken door die ref limiter. Want ik rijd met de controller en dan zet ik hem automatisch op automatic gears. En nu schakelt hij mooi wel vloeiend door. Dus nu hebben wij niet meer dat nadeel bij het opschakelen. Goed gedaan, Codemasters, dankjewel. Dan zitten we in ronde nummer 16 van de race. Als wij naar binnen gaan voor mijn laatste pitstop. En George Russell rijdt voor ons. Nu moet ik hopen dat het team een prima pitstop kan leveren voor ons. Zodat wij voor de Britse coureur eindigen. Dat gaat helaas niet goed, want linksvoor heeft een probleem. 4,2 seconden helaas. En we hebben wat tijd verloren naar George Russell toe. En we zitten in ronde nummer 17. En komen terug op een P10, jazeker. Weer in de punten. Nu hopelijk zorgen dat die banden zo goed zijn opgewarmd als we daar... Wie is dat? Dan Ticktum? Nee, Schwarzman aan de buitenkant hadden. Maar wij verdedigen mooi die positie. En dat is nog steeds een 10e plek. Een puntje. Daar doen we het voor. Een punt. Een officieel WK-punt. Het is een lastig seizoen en dit soort kansen moet je gewoon grijpen. Voor dat puntje gaan wij alles, maar dan ook alles, hard verdedigen. Daar probeert Schumacher het aan de binnenkant. Lukt niet in ronde nummer 20 van de race. Russell rijdt op een P8, wij rijden op een P9. Hebben dus 2 punten op onze naam. Hier dus in herhaling wat er is gebeurd met Schumacher, want wij verdedigen wel heel erg fel. Hier aan de buitenkant probeerde hij het, wij lieten geen ruimte over. Dan hebben wij hier een betere exit, maar die Ferrari motor is snel. Kijk maar, hij loopt er naartoe. Wij gooien hier de deur dicht en hier kan Schumacher nergens naartoe. Het is hard tegen hard, het mag eigenlijk niet, maar toch doe ik het. En daar zat Schumacher te kijken voor een nog een aanval, terwijl het hier weer begint te kraken van de warmte. Nu zitten we in ronde nummer 26 van de race. Volgens mij leidt Perez de wedstrijd. En Sainz op de tweede plek. Verstappen op P3. Leclerc op P4. De Sainz kan weer een overwinning er misschien bijschrijven. Alhoewel dat zeg ik net, maar het is geel. In sector 2. Bij de hairpin staat de vraag stil. Het is volgens mij Carlos Sainz. Carlos Sainz gaat uitvallen. De race kan niet worden voortgezet. Sainz gaat hier niet een grote prijs winnen. Voor het eerst dit seizoen wint
een andere coureur in de race dan Carlos Sainz. Herhaling wat er is gebeurd met de Spanjaard. Hij leek wel voor de winst te gaan, want hij zat dicht op Sergio Perez, dat weet ik wel. Oh, het is gedaan met de motor. Motorisch probleem. Geen idee waarom er een achtergrondmuziekje op is geplaatst, maar dat wil ik eigenlijk niet. Nou, een leuk muziekje erbij op een treurige dag voor de Spanjaard. Want Perez wint de race. Jazeker, Charles Leclerc profiteert, pakt een podium, Max Verstappen naar de derde plek. En wij gaan hier onze allereerste puntenfinish halen van dit seizoen. Waar het vorig seizoen raak was, is het dit seizoen weer raak. Een achtste plek, 4 punten erbij, is op naar de volgende race. They take the checkered flag then here in Canada in what has been another fabulous Grand Prix. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they've secured here. Maar goed, hier hebben we dan dus de raceuitslag. Perez wint dus de wedstrijd dankzij die uitvoerbeurt van Carlos Sainz. Charles Leclerc naar het podium. Verstappen ook naar het podium. Norris 4, Hamilton 5, Russell 6, Albon 7. Wij dus voor het eerst sinds de grote prijs van de Verenigde Staten seizoen 1 naar de punten. Ocon krijgt driver of the day onterecht, want wij hebben een betere positie weten te behalen. Want Ocon is niet gefinished in de punten en gestart niet in de punten. 1 uitvaller, Carlos Sainz. 41 punten is het verschil naar Russell en Verstappen staat gelijk. Red Bull haalt Mercedes in en wij halen Aston Martin in. Dus we komen wel wat in de buurt. Ja, en de strijd om de tweede plek is gewoon bloedspannend tussen Verstappen, Perez, Russell, Hamilton misschien wel, Leclerc denk ik. Maar goed, wij moeten gewoon focussen op de resterende races. Het ziet er goed uit voor de rivaliteit met Ocon. 17 tegenover 11. Het team acclaim, level 17 dus het team, level 12 mijzelf, level 9 Oscar Piastri. Dus dat zit wel goed. En ja zeker, $423,200 erbij vanwege sponsoren. Helaas heeft Piastri 10.000 verprutst. In totaal op de bank $4,98 miljoen. Dat rond ik af naar $5 miljoen op de bank. Jazeker, goed gedaan. Super. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijks Formule 1 content. Like de video vooral als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Er zijn helaas geen speciale effecten aan deze video toegevoegd. Waarom? De plugins. De laptop overgenomen. Want dit is een nieuwe laptop waar ik op inspreek. Even gaan uitzoeken hoe dat kan en zo'n... Oké, even random ertussendoor. Maar het kan misschien zijn dat jullie rare shit horen bij het einde van de video. Ik heb net even teruggeluisterd. Dit is allemaal even achteraf namelijk... geen flauw idee, maar ik heb het net bewerkt in Audacity en goed gezet. Maar blijkbaar willen de chipmunks meedoen. Goed verhaal. Dus schrik daar niet van. Als je het hebt gehoord. Ja, dit is gewoon een foutje van Audacity helaas. Excuses hiervoor. Als ik het niet meer kan oplossen, dan heb ik helaas pech gehad. Dus geen speciale effect hierin.
zoals stemvibratie, slow motions, rare effecten, zwart-wit beeld. En op het einde zie je namelijk ook memes erin van de race zelf. Dat kan helaas hier niet. Dus excuses daarvoor. Ik moet even uitzoeken hoe dat kan en hoe ik het kan fixen. Maar goed, dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dan gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.